Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage Lock. Sander, beweeg! Cat, die, ja... Ik moet wel even één ding zeggen. Het is niet altijd zwart of wit. Het is niet altijd zwart of wit. Dan moet ik eventjes iets fixen. It's not always win or lose, it's the path you choose. Let the journey begin. Sandering. Sandering, ja. En wij maar afvragen waarom Sander nou elke keer achterloopt, hè? Nee, maar dit moet eventjes, anders wordt de aflevering ondraaglijk om te kijken. Nou, ik had het anders mijn scherm kunnen kijken. Dat het sneller. Wat? Ze kunnen gewoon naar mijn scherm kijken. Ja, maar dan had je één kant volledig in het zwart-wit. Dan had je mijn hele Pokémon gameplay in het zwart-wit. Dat zou niet mooi zijn. Ja, daarom. Dus ik dacht, oké, ik ga hem wel even uitzetten. Maar voor het geintje van het is niet altijd zwart of wit, had ik hem even nodig. Maar wel soms. Soms moet het gewoon even. Soms moet het. Miauw, 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 miauw. Sander is even aan het healen en die gaat zo lekker door de grotto heen en dan gaat hij nog een Pokémon vangen. Route 8. Mag ik versnelling? Want Jordi wil heel graag dat ik versnel tijdens het Shiny Hunt heb gegooid. Ja, maar Jordi moet niet. Prating? Nou, dat ook. Zurring. Zurring. En hij doet het toch. Nee. Het is net jouw call. Nee, Jordi is wel... Jordi is anders wel de enige die bij mijn streams komt kijken. Dat kun jij niet zeggen. Nee, zo. Ik heb ook niet gezien dat jij aan streaming was. Ook niet zaterdagavond? Ik ben de hele zaterdag niet thuis geweest. Nee, oké, dan is het goed. Nee, nou, ik denk dat ik deze encounter op ga geven, want dit is echt een kut manier om shinies te vinden. Want? Wat is... Oh, nee, je moet ook niet sweet zijn. Nee. Hier komt Shiny Totodaal voor Sandring. Oh, dat zou ik zo... Ja, maar dat telt niet voor de bingo kaart, dus daar heb ik niks aan, joh. Oh ja, wacht. Je bent niet zo'n slimpy. Deze guy ziet aan de kleurtje en hij denkt, het is shiny. Is dat gek? Hoe grappig is dat filmpje van dat blauwe stopbord? Ja, die was op een... Niks. Hoe hoog level zijn deze guys? Pittig hoog. Echt? Weet ik niet. Wat is de vorm van Totodile's type? Ik denk ijs, maar dat weet ik niet zeker. Nou. Waarom is hij dan zwart? Het is niet altijd zwart of wit, jongens. Het is niet altijd zwart of wit. Kutzooi. Of steel, dat kan ook dat ze allemaal steel zijn. Dat zou ik wel lame vinden. Ja. Sounds like Paradox forms in Violet, am I right? Am I riding? Nee, maar dat hebben ze dus niet gedaan waar het eigenlijk wel zou moeten, naar mijn mening. Ja, ja. Die Rhyhorn kan ook wel wat running shoes gebruiken. Ik weet niet of die past, die running shoes. Nee, daar heb ik niks mee te maken. Ja, jij drukt gewoon... Ah, past niet? Oh, ik druk gewoon je voet erin. Ja, ik maak hem af. Vuile bitch. Dan weet ik niet hoe groot jouw attack is, maar... ik denk dat die van een Rhyhorn beter is. Ja, attack stat. Dus pas maar op. Ja, mijn attack stat is echt onevenaarbaar. Iceball! Het is een ice type. Ik had gelijk. Zoom. Maar waarom versla je ze eigenlijk? Wat is daar omdat ik niet kon runnen. Oh. Nee, oké. En ik heb twee keer geprobeerd. Makes en toen dacht sense. Ik, nah, I'm out. Nou, dat dacht ik dus juist niet. Never. What the fuck, I'm out. Water gun. Water gunning. Gunning the water. Dag extra's Epon. Noem jij het ook gewoon.
Yo, je hebt denk ik bijna net zoveel extra's als ik. Of backup mons. Probably. Oh fuck. Alhoewel nu niet meer, want je hebt er natuurlijk. Jij moet je. Kijk, ik ben een normal en een steel kwijt. En ik heb al water, fire en psychic harmonic. En je hebt bug. Nee, dat is. Sandering, dat is toch een sweet sand. Ik ben aan het joking. Leugens. Wat een kutbug, man. Nou, ik zou Onyx gebruiken. Dat is toch Rock Ground? Ja, maar Onyx is een saaie Pokémon. Hij is niet eens anders shiny. Die ga ik echt niet gebruiken als het niet nodig is. Nou, we weten waarom... Staat Onyx op je bingo kaart? Toevallig. Nee. Oh, anders had ik gezegd, oh, we weten ook waarom jij de bingo kaart niet afmaakt. Sander. Wat? Gaat het geen lekker? Tip, als je klaar komt, doe dat niet op de ik weet niet hoe jij, wat voor geluid jij maakt. Dat klinkt meer als bonken. Nou. Als bonkings. Dat denk ik ook niet. Dat ook niet helemaal, maar... Ja, ja. Oké. Dus. Nu ben ik wel een beetje bang om hier Sweeting Sanding. Sweeting Sandering. Bedoel je? 20, dat is ook fucking laag, jongen. Hij kan iedereen hoger. Wie is het laatste level? Ja, maar kolen. Mijn kolen! Sweet the sand. I love it when my sand is sweet, man. I love it. I'm loving it. Ik kan niet wachten totdat ze de Pokémon Move Salty Sand uitvinden. Salty Sandering bedoel je? Oh, je moet hem eerst een naam geven. Oh, wacht, dat doen we dan straks wel later, zeg maar. Oké. Nee. Wat mag ik wel, Hij is niet shiny, hoe durven ze die? Hoe durven ze die? Wat doe jij nou? Een resetting. Oh. Bij mij is Pace mijn hele... Hey, look. Sorry, ik praat even tegen mijn kat. Bij mij is Pace mijn hele screen sharing. Sharing is caring. Sharing is caring, maar niet als je als je Space keek dan. Is sharing nog steeds caring? Misschien. Mogelijk. I don't know. Laat me rust. Dit escalated quickly trouwens. Oh. Sandering. Dat ben ik. Hij is nog steeds niet schijnend. Nou. Kom op, Amarooch. Of Wat? Aurora Morawa. Doe even normaal. Sandering, krijg de shiny Seedot. Oh, als dat zo is, dan ga ik rage quitten. Echt? Ja, fucking shiny Seedot, joh. Dan heb ik nog liever geen shiny. Wat een onzin. Seedot is kut. Jij bent kut. Oh. Dat is waar. Jij hebt een? Oh. Dat niet. Ik heb hem niet. Jammer. Ik weet niet of dat jammer is trouwens, maar... Amora is van Milandru. Cool.
fucking shiny. Kut soort leven. Kut leven. Sweet the sand. Sanding the sweet. Sweet sandering. Ik weet dat de meme is dat ik vaak salty ben, maar volgens mij valt het eigenlijk best wel mee, toch? Nou, als je zo meteen de Seedot krijgt, dan weet ik alweer genoeg. Nou, dat is een uitzondering, dat telt niet. Ja, en die ene keer dat ik verloor bij jou in de cage, maar die telt ook niet. Ja, maar... Sander. Ja, en die keer Mario Party. Een paar afleveringen gebeurt het gewoon weer. En die keer een Mario Party, maar dat telt ook niet, want toen had je fucking veel geluk. Dus eigenlijk elke keer dat wij samen opnemen, bedoel je? Ja, en die andere keer in Mario Party, maar die telt ook niet. Mag je zatte salt in de chat, please. Jammer dat YouTube dat niet heeft, hè? Dat zou zo ziek zijn als je gewoon... Ja, je eigen emotie in YouTube had. Sorry. Ik hoop echt dat ooit YouTube groot genoeg wordt in de streaming business dat ik niet meer naar Twitch hoef. Echt? Kut reclames. Ja joh. Ik word helemaal gek van al die reclames. Oh, ik kijk echt veel liever op Twitch dan op YouTube. Ik ook, omdat nu YouTube de streamen kut kijkt en het is een kut ervaring. Alleen met video's is het chill, maar voor livestreaming is het kut. Maar als ze dat gewoon ooit fixen, like, dan ga ik liever van Twitch af met al die ads tussendoor. Jezus. Ja, maar dat komt omdat je gewoon naar Paddy kijkt. Ik bedoel, die stopt er gewoon heel veel ads in. Dat ligt niet per se aan Paddy. Ik krijg dat bij verschillende streamers. Heel veel. Maar bij Paddy ook, inderdaad. Meestal ga ik dan weg als ik een midrolls krijg. Dat vind ik kut. Maar dat weet Paddy ook. Want dat zeg ik dan. Oh, ik heb weer midrolls. Ik ga weer. Joe. Ja, ja. Kijk, ik vind het van tevoren niet zo erg. Want je zet gewoon de stream aan. En dan ga je nog even gauw een muziekje luisteren of zo. Mm-hmm. En dan ga je echt pas kijken. Maar tussendoor. Oeh, dat vind ik erg. Dat vind ik kut. Ja, tussendoor is wel echt pittig kut. Al helemaal met livestreamen, zeg maar. Want je mist gewoon content. Dat is bijvoorbeeld Shiny Hunt echt kut. Krijg je net de Shiny op het moment dat je midrol hebt. Maar dat is voor beide kampen kut. Want stel, ja, hè, jij krijgt de Shiny en je kijkers krijgen een ad. Is voor jou kut, want je Shiny reactie wordt niet gezien. En voor de kijkers is het kut, want ze hebben de Shiny gemist. Mm-hmm. Dus als je deze aflevering nu haat naar Twitch noemt, dan weet je waar het vandaan komt. Nee. Oh, en Sleepy zit op Twitch, dus... Oeh, ja. Dat is een goed argument. Ja. Aan de andere kant, een tegenprestatie Milan of ene Shine Sprites NL, volgens mij. Die zit ook op Twitch en die is dan wel weer heel leuk. Ja, dat is waar. Ook weer een goed argument. Goed tegenargument. Ja. Dat is het lastige, hè? Lastig, hè? Hoe vind je de Vlaamse mol? Ja, tot nu toe leuk. Ja, hè? Ik vond die ene... Heb je dat gezien? Ja. Okay. Ja. Ik vond de eerste twee die eruit gingen, vond ik echt al meteen jammer. Ja, ik ook. Die Samia, ik vond haar echt top. En die Matteo, die kende Belg blijkbaar. Vond ik ook, ik had al meteen zoiets van, ah, dit is een leuke guy. En iedereen die ik leuk vind, die gaat eruit, joh. Nou, behalve die er nu uitging. Dat vond ik niet zo erg. Dat was die Connie zeker. Ja. Ja, dat mag wel. Ik stond ook weer niet om te juichen, maar ik dacht wel, oh, oké, okay, dat is fijn. Zo, zeg maar. Ja. 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 Maar ik zit weer te genieten. Te genieten. Kijk. Ik ook hoor, ik ook.
Hey. Hoe lang is deze aflevering? Pas 15 minuten. Oh. Jij gaat nu een shiny krijgen, ik voel het. Wie? Jij? Jij. Oh, oké. Jij, Ying. Nou, dan weten we dat. Fijn. Shiny Wingull. Geen Shiny Wingull. Ik hoop eigenlijk... Ik hoop er meerdere. Maar ik hoop ook meerdere van... Oh, die hoeven niet zo. Je hoeft zeker geen Seedot. Ja. En Wingull, eigenlijk. Precies de twee die jij ook hebt. En nog één, maar die ging ik niet ook zeggen, want dan ga ik expres... opnoemen. Ja, ik heb al water en flying, hè. Oh, je hebt ook al ijs. Oh, ik hoop dat je shiny Chansey krijgt. Dat hoop ik stiekem ook. Ik denk dat die voor Cage Mage nog helemaal niet zo heel kut is, hoor. Nee, dat is waar. Dat is echt... Ja, het is wel kut, maar niet voor mij. Nee. Voor jou is het wel kut, als ik die krijg. Shiny Sengus. Sengus zou ik ook niet verkeerd vinden. Die is Swords Dance, hè? Of, dansen nee? Met die zwaarden. Ja, Swords Dance. En die heeft al een hoge attack, dus... Maar niet zo hoog als mijn attack, die ik nodig heb om die Rhyhorn schoenen aan te trekken. Oh, grapjas. Grabbing jacket. Blaming the drift. Blaring the drip. Ah, oh, dat was een top momentje. Ja. Toen waren we echt zo linked. En nu zijn we cage matched, dus ja. 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 Shiny. Wat een onzin. Ik mocht speed-uppen, hè? Dat had ik van jullie gehoord. Van mij wel. Oh, ik ga niet speed-uppen, nee, omdat ik al zo ver voorloop. Oh, nee. Zijn er druk op de goeie knopje. Ik heb hem nu verlaagd. Oh, dat is slim. Sorry. Oh, ja? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik hem versnel. Tjonge. The master of the speed button is outmastered. Kijk, ja, maar dit heb ik dus expres gedaan, zodat ik niet... per ongeluk speed button gebruik. Ja. Increase speed... Oh, het is gewoon plus. Ja, dan... Wauw. Ik deed control. In plaats van shift. Ja, dat werkt niet. Vind je dat slim? Vind ik dat slim? Ja, zeker. Want, kijk dan. Daar is geen shiny, Zenering. Waar is de shiny nou? Ja, weet ik niet. Ik denk met speed-up heb ik hem wel, maar. Zandering. Kijk je eigenlijk ook de Verraders? Jazeker, Ring! Ja. Wat vond je van de laatste aflevering? Of heb je die nog niet gezien? Nou, je hebt hem wel gezien, maar het probleem is, ik kijk dus ook Verraders UK, want die is nog veel beter. Oh. Dus ik ben een beetje door de war. Maar Maria is eruit, hè? Dat is het laatst. Ja. Oh, ik vond het heerlijk toen... Maria Sander onder de bus gooide en toen ging Sander ook gewoon fucking hard daarop. Oh, ik genoot, jongen, je wil niet weten. Maar ik snap niet zo goed waarom Katinka daar boos op werd, want hij verdedigde gewoon zichzelf. Ik snap sowieso niet dat ze niet zagen. Ik weet niet of dat ook
Maria's gameplan was. Maar het is toch fucking gunstig wat Maria heeft gedaan. Want Sander gaat nu echt de eerste volgende keer niet ontdekt worden. Nee. Als ze hem zo onder de bus gooit. Nee, precies. Dus ik snapte ook niet dat Katinka dat niet gebruikte. Van ja. Kijk, ik snap op zich wel dat ze boos is dat die op Maria stemt. Ja. Op zich. Alleen, ze had gewoon kunnen zeggen van ja. Of Sander zelf had kunnen verdedigen met. Yo, maar. I mean, nu lijkt het toch juist alsof wij niet samen verraders zijn. Ja. Maar. En nu hebben ze Jan gekozen. Ja. Ik ben benieuwd of hij het doet. Kijk. Het liefst had ik dat ze. Selma gekozen hadden. Ik denk dat het voor de verraders heel erg gunstig is. Ja, maar ik vind Selma heel vermoeiend. Die mag eruit voor mij. Dat vind ik. Kijk, in het begin vond ik het wel leuk, omdat ze een beetje pit had. Maar het is nu te. Ze wordt nu heel erg persoonlijk en zo. Dat vind ik niet leuk. Dat ook. Alleen, ik heb een zelf een hekel aan mensen, dat heb ik ook in het dagelijks leven, die discussies of argumenten proberen te winnen door maar heel hard te schreeuwen in plaats van met elkaar te praten, zeg maar. Daar kan ik heel slecht tegen. En daarom kan ik heel slecht tegen zo'n Selma, zeg maar. Ja, dat snap ik op zich ook wel. Maar ik heb vroeger, dat is tegenwoordig niet meer zo, maar vroeger had ik dat ook heel erg met Justin, zeg maar. Die probeerde te winnen, de argumenten of de discussies te winnen door mij geen kans te laten geven om zelf iets te zeggen, zeg maar. Ja, dat vind ik echt bloedje irritant. Daarom, die Selma, die zou ik er echt meteen uit willen. Ja, ik vond het, in het begin vond ik het wel mooi. Want in het begin was ze echt wel, ze had wel pit. En dat zorgde er ook een beetje voor dat, op zich vond ik dat in het begin nog wel goed. Alleen, nu wordt ze gewoon persoonlijk met Noël ook. En met Maria ook. En dat vind ik niet leuk. Nee. Ik hoop dat Shahid ver komt. Ja? Ja. Ik moet zeggen, ik had helemaal niks met die guy. Ik vind hem nu op zich wel leuk. Nou, maar ik kende Shahid ook van tevoren. Dus dat scheelt ook. Ah. Ja, want hij is van een YouTube-kanaal of zo? Ja. Maar hij doet vooral veel met anderen mee, zeg maar. Dat is wel leuk. Oké. Ja, ik ken hem qua naam niet. Of ja, qua YouTube naam kende ik hem, maar weet ik het. Wat ik wel heel sympathiek van Shahid vond, was dat afgelopen aflevering, hij heeft best wel veel met dat groepje van Selma en zo volgens mij te maken en Billy. En die zat vol op Maria, maar toch gaf die Maria wel de kans. Ja, precies. Dat vond ik wel heel netjes. Maar in het begin heb je dacht Videoland, of niet? Nee. Dat is wel jammer. Staan daar die UK verhaal? Ja. Die is echt goed. Want dan zijn het allemaal onbekenden, dus die willen ook echt voor het geld gaan. En er is ook echt heel veel geld te winnen, dus dat is... Dat is altijd ook een beetje mijn take on de Nederlandse Wie is de Mol. Mm-hmm. Ja, leuk dat jullie allemaal bekende Nederlanders hebben, die volgens trouwens alsnog niemand kent, maar... leuk dat jullie dat hebben, maar ik heb liever onbekenden, want die gaan ook wel nep mollen, maar niet zo erg. Nee, precies. Want ze willen wel het geld hebben. Hey, ja. Shiny. Dicklet? Ja. Hij heeft een groene neus en hij is donker. Hoe ging jou? Dicklet. Trio. Ik weet nu ook niet meer. Wojo, wat gebeurde er? Kan ik niks? Oké, ik kan. Oké. We go in, baby, we go in. To be time. We're gonna have a party, man. We're gonna have a party. Als ik nou hier mijn token inzet. Dan heb ik nog kans op de Totodile en de Chansey.
Dat klopt. De vraag is even, want ik kan ook Sengus is op zich ook nog een gunstigste Viper. Seedot en Wingull is minder gunstig. Ja, en Sander, als je er nou een tegenkomt die je niet wil, die hoef je niet te vangen, want het is een token. Toch? Of werkt dat niet zo? Het is jouw serie, dus jij moet het bepalen. Ik weet niet zo goed hoe tokens werken. Ja, token is in principe in een gewone Nuzlocke, hè, maar dan is het niet een shiny hunt. Is het in principe de eerstvolgende. Ja, dan kies je een route en daar de eerstvolgende. Ah, oké. Okay. Nou, dan is dat nu ook zo. Ja, oké. Okay. Maar als je hem gevangen hebt, dan sluiten we deze aflevering wel af. Ah, oh, freak, Sand Attacker. Freak. Oh, ik moet trouwens ook oppassen, want dat is een ground type, hè? Nou, blijf ik mooi met mijn steel type in. Chansey is altijd slecht. Heeft een slechte defense of special defense, maar ik weet nooit welke wat is. Slechte defense, denk ik. Dus bite is nog. Ik weet het niet, ik vind het altijd moeilijk. Gezeik. Ja, Chansey is ook moeilijk, veel gezeik. Daarom wil ik hem ook. Oh, dit was dom. Want hij heeft alleen bubbel. Domming. En bubbel hit ook mijn shiny. Hoewel ik niet van plan ben om Diglett te gaan gebruiken, wil ik hem wel. Hey! Oh, nice. Nice. Refrigerate. Normal types become ice type moves. Oh, dat is oprecht best wel gunstig voor die. Mm-hmm. Oh ja, het is natuurlijk ook een non-randomized ability. Never mind. Scratch. Water gun. Oh ja, dat is op zich wel gunstig. Waarom staat er een streepje op de U? Heb ik dat gedaan? Wat? Oh, nu niet meer. Oh, nu wel weer. Huh? Nee, dat komt omdat er eerst een andere Pokémon daar stond. Yue stond er eerst. Maar dat komt door de game. Dat is altijd als je deze game randomized. Astonish. Oké, dan ga ik ook healen. Dat is op zich al gunstig trouwens. Zeer gunstig. Heb ik het eigenlijk ooit nog... Wacht, nee, dat doe ik na de aflevering wel. Dat is goed. Dat is goed, ding. Acid. Oh, Acid hit ook iedereen. Zou dat dikkelijk kapot maken? Kapar. Ik weet wel dat het lang duurt. Ja, dat vind ik ook. Ik probeer al op te schieten. Maak me nou niet zo in paniek. Paniek. Oh ja, dit was ook niet slim, want ik denk dat het een ground type. Zie, nu maak je me in paniek en dan verlies ik mijn code weer. Oh, en dan is het mijn schuld. Ja. Okay. Wil jij ook de schuld krijgen? Join me dan nu, de call met Gaming SB. Gaming dan SB, krijg je hashtag vanzelf de schuld. 0584. Dat is niet meer echt de Discord tag trouwens. Voor de mensen. Ik wil al zeggen. Is zichzelf nou aan het DDoS'en? Doxing. Ik doe wat Word-bestands ook altijd doen. .dox. Nee. Snap je? Want Word-bestand, als je die opzet, is het .dox. Ik snap hem. Je hoeft hem niet uit te leggen, Sandring. Ja, ik heb hem al uitgelegd. Oh, een beetje jammer. Oh, defense girl. Oké, maak die wing wel even.
vijf uren later. Vijf uren later. Skitting op, pingy. Die Chansey, die krijgt... Ik probeer op te schieten, maar het lukt gewoon niet. Leugens. Ik vind dit lastig, zoals ze dat in het Nederlands zeggen. Nou, ik dacht zoals de oude Hawaiianen altijd zeiden. Ja, ze zeiden de oude Hawaiianen dat altijd. Oh, god, stop. Stopping. Hoe bedoel je? Waarom moet ik stoppen? Mamma mia. Mamma mia. Ik bedoel, ik ben gewoon mijn eigen zelf aan het wezen. Ja, stop maar. Wat wil je dan dat ik ga doen? Dat ik gewoon zo praat, net als Chris Pratt? Oh, ik ben Mario. Och, wat ben jij een hater? Oh, ik ben trouwens Mario, hè. Laten we gaan. Hij doet het van in plaats van, let's go! Ja. Je hebt de film nog niet eens gezien, Sanderink, dus daar kan je helemaal niet over horen. Ik ga hem wel zien. Maar de voice acting... Dat staat me niet aan. Alleen van Chris Pratt trouwens. De andere cast is op zich wel redelijk. Je bent gewoon zo'n Chris Pratt-hater. Nee, waarom zou ik Chris Pratt haten? Waarom zou ik Chris Pratt haten? Is hij rijk? Ja, waarschijnlijk wel. Oh, dan heb ik ook echt nog een reden om te haten ook. Is hij kut? Nee, valt wel mee volgens mij. Daar ken ik hem niet goed genoeg voor om daar een woord over te doen. En welke andere dingen heeft hij überhaupt gespeeld? Waarvoor ik hem van zou moeten kennen? Is hij niet van The Office? Oh. Ja, in ieder geval één van die hele bekende sitcoms is hij van. Ik heb The Office niet gezien. Oké. Is of van The Office of van Seinfeld of van... Ja, volgens mij van zoiets. Niet Santa tekken, dan duurt het nog langer. Wat? Hij zit ook in heel veel van die meme's. Van die meme's, over? Ja, gewoon, weet je wel, die stukjes uit The Office of zo worden vaak gebruikt als meme's. Oh, ja. Als het The Office is. Een van die gare sitcoms in dit geval. Oh, ik ben ook nog confusing. Oké, Wingo is dood. Now I can throw the great balls, because I don't have pokeballs. Ja. Throw some pokeballs. Naar de Mario film. Daar ben ik wel van plan. Ik heb nog niks gepland. Ik wil ook naar die D&D film. Oh ja, daar heb ik ook shit over gehoord. Alleen, ja. Nog weinig van gezien, zeg maar. Ik ga scratchen. Hij tackelt hem dood. Oh, let ik me ben op. Nog... Let me ik ben nog in. Confused. Oh. Oké. Dit is een hint. Van het universum. Ik moet hem dus niet aanvallen. Great balls. Ik had het moeten kopen. Sander, you love great balls. Ja, dat is ook van zo'n zo'n clipje uit Soul Link. Auw. Ik heb Moona nog. Nee! Loserboy! En daarvoor hebben we allemaal 86 jaar gewacht. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. We zien je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.